Ja, voor zover weten zijn wij de eerste in Nederland die dit akkoord met de Belastingdienst voor de BIS hebben gesloten. En we waren met stomheid geslagen toen op die bijeenkomst zelf dat helemaal niet duidelijk was. Hè. Er werd verteld over een aantal BIS-projecten in de landen, maar niemand had ooit de vraag gesteld, ja, hoe zit dat nu met die fiscaliteit van die BIS? Nou, wat we in principe daarmee verdiend hebben inmiddels, dat is dat de btw-aftrek gegarandeerd is door de inspecteur hier in Roermond. Dat wil zeggen dus dat wij daar eigenlijk in die 5 jaren zo'n 400.000 euro mee extra kunnen besteden. Daarbuiten is het zo dat de bijdrage die de ondernemers leveren ook nog eens een keer tot, nou ja, zaten we zeggen, gemiddeld 42% aftrekbaar is. En dan hebben we het gezamenlijk toch over een bedrag van 1,5 miljoen euro in die 5 jaar tijd. Nou, het leuke van de BIS is dat het een volstrekt, het is een experimentenwet. Die wetgeving was er voorheen nog niet. En daar zijn dus ook geen boeken over. En dat zag je ook in het gesprek met de inspecteur. En dat zag je ook aan de oplossing die voor de fiscale BIS-structuur van Roermond is gekozen. Het is dus een volstrekte nieuwe oplossing. Absoluut niet. Nee, het was als een donderslag bij heldere hemel toen we het bericht kregen van meneer Ketelaars die ons vertelde dat het door de inspecteur goedgekeurd was. Nou, de bedrijvenvesteringszone is bij uitstek een voorbeeld wat gewoon echt alleen voor en door ondernemers is. Het initiatief ligt bij hen en de gelden komen straks ook weer terug bij hen. En zij bepalen zelf wat ze daarmee doen. En daarom vinden wij gemeente Roermond dan een fantastisch initiatief. Iedere keer als je iets nieuws doet en als je dat kunt doen voor alle ondernemers van de Roermondse binnenstad en wellicht ook voor alle ondernemers in Nederland, dan is dat natuurlijk een prachtig gevoel en ook erg leuk om te doen.